Er zit wederom een verhoging aan te komen van de parkeertarieven van de Johan Adolf Bengel Internationale Luchthaven, zegt Vijay Chutkan, directeur van NV Luchthavenbeheer. Per 1 januari 2023 verhoogde tarieven werden teruggedraaid na de ontstane commotie in de samenleving. De verhoging was toen niet op correcte manier geschied, zegt Chutkan, en zal in het vervolg de communicatie naar de gemeenschap beter worden aangepakt. We hebben dus een ander systeem gekocht die nu, ik dacht, een jaar terug is geïmplementeerd. En bij het begin hebben wij dus natuurlijk onze berekeningen gemaakt op basis van een stukje commercie natuurlijk en het terugverdienen van jouw investering. Het is toch wel een behoorlijke investering wat de parking daar betreft. En we hebben dat uitgesmeerd natuurlijk in een aantal jaren om heel verantwoord, bedrijfsmatig verantwoord, die onderhoud ook te kunnen gaan doen. Ik weet dus natuurlijk dat het, ik dacht, van 20 naar 50 is gesprongen. Maar we hebben toen al, hadden wij dus onze inzichten eroverheen laten gaan en de noodzakelijke berekeningen gemaakt. Wat is gaan gebeuren, is dat eigenlijk het, zaken waren doorgevoerd en op 1 januari 2023, het is een automatisch systeem, heeft dus het direct gepakt en het doorgevoerd. De verhoging is nodig vanwege het onderhoud van de luchthaven en de nodige voorzieningen die moeten worden getroffen, meent Chutkan. Het is noodzakelijk om aan de hand van een goed plan over te gaan tot de nieuwe tarieven. Wij propageren een stukje, hoe heet het weer, parking fee, dat het een parking fee is. Maar eigenlijk is het veel meer dan dat, omdat we weten dus dat afhalers, mensen die dus hun passagiers komen afhalen, ook gebruik maken van natuurlijk het CAC-gebouw, gebruik maken van de sanitaire faciliteiten. En ook daar gaan we natuurlijk wat aanpassingen plegen, maar ik moet wel één ding kwijt, dat wij hebben gemerkt dat wij dus toch wel een beetje met vandalisme daar te maken hebben. We gaan geen camera's natuurlijk plaatsen in toiletten, dat mag ook niet. Maar we merken dat vaak genoeg men dus rookt en de sigarettenpeukjes dus gewoon in de pisbakken stopt, kauwgum erin gooit. Ook andere zaken die we van tijd tot tijd moeten schoonmaken. We blijven natuurlijk onze diensten verlenen. Maar ik denk dat het wel goed is dat wij dus, we hebben te maken met volwassenen, dat we dat soort zaken natuurlijk achterwege laten. Dus het is niet alleen het parkeren van een voertuig en natuurlijk gebruik maken van de andere faciliteit. Of, laat ik het zo aangeven, het gaat om het parkeren. Dat er dus een zicht is, dat er ogen zijn. De directie is nu bezig met een betere aanpak van de tariefswijziging.